Hallo Schatman hier en vandaag een nieuwe video op de iPhone. En vandaag gaan we het hebben over dromen, want ja, die kunnen best wel eens raar zijn. Dus ik ga ze beschrijven. Nou, de eerste waar ik het over ga hebben is een hele oude droom alweer. Het gaat over een vis. Een vis. Nou, en ik droomde toen ik 6 was ongeveer. En dat was wel raar, want op een of ander moment kwam er een zogenaamde piranha en er was een hut van hout onder water, herinner ik me nog. Dat was een heel rare droom. Volgende droom ging, dat is wel een beetje, was wel een beetje na, dat ging over dat een harnas in de gang stond en toen hoorde ik een kettingzaag. Ja, en het was ook al eens dat ik werd aangevallen door een Cambuur-fan. In een droom. En ik droom ook wel eens over Minecraft. Dat ik in een of ander doolhof loop. En in hele mooie gebouwen. En ik droom ook nog wel eens over toveren. Daar heb ik ook wel eens over droomd. En ook over een heel mooi zwembad vooral. Een zwembad. En dat zwembad had letterlijk een neon glijbaan. Wauw. Dat meen je. Ja, maar nou, dat meen ik niet echt. Want dromen, ja, dromen die zijn nep. Maar ik droomde dat. En dat vond ik heel mooi altijd. Als ik over zwembad droomde. Er is ook een keer een buitenzwembad. En daar is een hele aparte glijbaan. Je zit dus in een kubus. En dan moet je weer een trappetje naar een of ander vlak pad. En als dat vlakke ding gaat naar beneden. En dan wordt het gewoon een glijbaan. Dat is heel merkwaardig. Maar is ook een droom. Dat ik de hele tijd een vogelnestje zat te wachten. En toen kwam iemand met GTST naar me toe. En die had een jongen vast. En die zei, ik ga dood. Ja, dat is Henkie. Dat is erg Henkie. Want daarna was carnaval. Ja, dromen die kunnen echt belachelijk zijn. Ik heb wel eens gehad dat ik een ander kind was. Een wat dikker kind. En toen roepte mijn moeder, riep verkeerd. En toen riep mijn moeder dat de Opel Kadett race op tv was. Dus ging ik naar beneden, maar op de trap viel ik flauw. Ik had ook wel eens gehad, toen was ik jarig, toen at ik te veel. En toen ging ik in bed liggen, toen drukte iemand mijn hoofd in een kussen en toen viel ik door een muur. Uiteindelijk werd Luigi ingeroepen, maar die viel flauw. Ik heb ook wel eens gedacht dat allemaal doden uit de Tweede Wereldoorlog in onze school waren om een feest te vieren. En mijn conciërge wist daarvan. En ik heb ook wel eens gedroomd dat een klasgenoot in een Lotus Formule 1 auto reed. Dat vond ik wel leuk, want ik droom soms ook over auto's. En ik heb ook eens gedroomd, dat was heel raar, toen was ik alleen thuis. Toen liep ik en toen zag ik een hond. Met een mensenhoofd. En toen kwamen er een of andere mensen, of een of andere vluchtelingen binnen. En toen was de droom voorbij. Het was wel raar. Maar wat hebben we nog meer? Oh ja, dus heb ik ook wel eens een keer gehad dat er een luchtalarm afging. Dus ik naar buiten kijken, stond een vrouw met haar baby in de kinderwagen. Ja, want ze kunnen wel heel raar uitlopen. Echt heel raar. En ik heb ook dromen waar ik niet over kan praten, want die zijn een beetje henky al geweest. En mijn lievelingsdroom blijft toch wel van de zwembaden. Dit is een korte video over dat ik wat dromen vertel die ik ooit heb gedroomd. Ik hoop, je moet mij niet als gek verklaren, want deze video is bedoeld om te laten zien wat voor dromen ik heb bijvoorbeeld. Dus... Ik zeg, doeg.